Het is inmiddels woensdagochtend. Prachtig weer. En we zijn aanbeland in Fiorano. Achter de fabrieken van Ferrari ligt daar de eigen testbaan. Maar we mochten ook daar niet op de baan filmen. Maar de wegen van RTL zijn ondergrondelijk. Zelfs als ze dwars door een maaiveld heen gaan. Achter de hekken overal de verboden. Maar als je slim bent, dan zie je toch wel wat. Verstappen met Wilson naast zich. Goed geluimd is bezig om te kijken of hij de baan een beetje onder de knie kan krijgen. En in dat hele kleine pitboxje staat de auto. Veelvuldig telefonisch contact, links en rechts. Zowel met Huub als met de cameraploeg wanneer het zou gaan gebeuren. En ook dan zie je daar in Fiorano de fans weer opduiken. Dit zijn dan even na 10:30 ochtends de eerste meters van de nieuwe Minardi. Zo'n allereerste ronde is echt een installation lab. Als coureur rij je dan eigenlijk alleen maar met je ogen op het dashboard. Komt er niet ineens een oliewaarschuwing of water of andere zaken. Remt hij waar hij remmen moet? Stuurt hij zoals hij sturen moet? Schakelt hij zoals hij schakelen moet? Even alle systemen afwerken en dan vervolgens terug naar de pits. Dat lukte net niet helemaal, want er waren toch wat kleine hydraulische problemen bij de auto. En in het allerlaatste gedeelte van dat allereerste rondje moest Verstappen uit veiligheidsoverwegingen met hydraulische problemen de auto aan de kant zetten. En ging die vervolgens terug naar de pitbox. De eerste drie runs werden gekenmerkt door wat problemen. In de middag zou Justin Wilson gaan rijden, maar omdat er zoveel problemen waren, heeft men besloten om Wilson die middag niet te laten rijden. En bleef het dus op die woensdag de beurt aan Verstappen zelf. De middagsessie was dan ook helemaal voor de Nederlander, wat zijn status als eerste rijder absoluut benadrukte. Hier slaat de motor af tijdens het engine braking, het systeem wat mede met de motor afremt. Verstappen weet waar de camera staat en denkt, nou, ik zal me in ieder geval even neerzetten, dat ze van dichterbij misschien een wat betere blik op de auto kunnen hebben. Opvallend de voorvleugel van de auto. Lijkend op zoals Sauber, Matt en ook Renault en wellicht ook Jordan een tijdje. Grote bargeboards, ook een beetje à la Sauber. Duimpje omhoog. Ogen uitlaten aan de achterkant en niet meer de schoorstenen zoals we ze kenden. En die middagsessie werd uiteindelijk een probleemloze sessie. Prachtig, en dat kennen we van de Jaguar motor, van de Cosworth motor in dit geval. Die grote vlammen uit die uitlaat. De rood opgloeiende remmen. En Verstappen die met deze auto lekker onderweg was op Fiorano. En als de vlammen uit de Minardi een voorteken zijn over het feit of de auto kan vlammen, dan zit het dit jaar wel snor. Aan het einde van de dag komt Jos voor het hek van Fiorano om even uit te leggen hoe die eerste dag voorbij ging. Jos, vanochtend 10:45, de PS03 ging de baan op. Wat was jouw eerste gevoel in de wagen? Nou ja, dat is allemaal nieuw natuurlijk. En dan, die andere zithouding, je handsysteem. Dat op dat moment niet lekker zat. Heel veel vermogen. Dat was echt mijn allereerste indruk. Was de motor was echt top. En dan, dan hadden we toch in het begin kleine probleempjes met de software. De versnellingbak vertaalde zich niet goed naar de motor toe, zeg maar. Dat was eigenlijk een probleem die we de eerste 2 uur hadden. Voordat ze dat gevonden hadden, voordat we een beetje konden rijden. Ja. Daar ging er 2 uur voorheen. Maar ik moet zeggen, ja, nieuw circuit. Dus alles was eigenlijk een beetje nieuw. En dan komt er toch een beetje vreemd op je over. En op het laatst van de dag had ik het goed naar mijn zin. Hoe ging het uiteindelijk met het handsysteem en het zitten? Ik moet zeggen, mijn stoeltje, pedalen, stuur, alles is perfect. Handsysteem heb ik toch wel aan moeten werken. Want dat duwde gewoon heel erg op mijn spieren en mijn nek. Waardoor je toch verlamde spieren krijgt. Dus dan krijg je ook, sneller last van je nek. Op het einde, we hebben gewoon veranderingen aangebracht. En dat ging wel goed. Het softwareprobleem was nog niet helemaal opgelost. We zijn gewoon teruggegaan, zodat ik in ieder geval wat meer rondjes kon maken met die auto. We hebben tot nu in de briefing gezeten, we hebben het erover gehad. En de softwareman die de hele software geschreven heeft, die heeft iets gevonden daarin. En dan gaan ze morgen met Justin Wilson gaan ze het verder proberen. Is de enige vijand op dit moment nog eigenlijk de tijd die doortikt?
Ja, nou ja, kijk, binnen anderhalf week zitten we in een vliegtuig naar Melbourne toe. Dus ja, de tijd wordt krap. Maar ik ben blij dat we toch een paar rondjes op het einde hadden kunnen rijden. Toch 5, 6 getimede rondetijden. En ja, en verder hadden we geen problemen. Dus op dat gebied ziet het er best goed uit.